Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Een heel ander weerbeeld vandaag, want geen blauwe luchten meer. En geen hoge temperaturen. Het weer is echt veranderd. En dat heeft te maken met een lage drukgebied in onze omgeving. kern ligt zo'n beetje boven Frankrijk. En in de omgeving van Nederland leverde dat in elk geval vrij veel wolkenvelden op. Tussendoor af en toe wat zon op de meeste plaatsen was het droog. De felle buien waren alweer weggetrokken. En nieuwe buien liggen vooral ten westen en ten zuiden van ons. Die bereiken ons slechts ten dele. Want in de avond neemt in Zeeland en misschien ook nog in Zuid-Holland en het uiterste westen van Brabant de kans op buien wel weer toe. Daar steekt ook een ste Stevige noordelijke wind op. In de rest van het land is het veel rustiger, blijft het meest droog en zien we vaker opklaringen. Dan gaan we naar de nacht, met nog steeds vrij veel wind in het zuidwesten. En aan het begin van de nacht ook nog wel wat regen in Zeeland. Dan wordt het langzaam droog. In het binnenland klaart het wat meer op, kan nevel of zelfs wat mist ontstaan. En lokaal koelt het af tot 10 graden of net iets lager. Morgen hebben we temperaturen van 21 tot 24 graden. Op veel plaatsen is het redelijk weer met zonnige perioden. Op de meeste plaatsen ook droog, maar in het oosten en zuidoosten van het land neemt de bewolking in de loop van de dag wel weer wat toe. En dan is de kans op een klein beetje gespetter ook alweer aanwezig. De wind is noordelijk en meest matig geleidelijk afnemend in de loop van de dag. Zondag een zwakke tot matige wind meest uit noordoostelijke richting. Het blijft op de meeste plaatsen droog. De zon schijnt geregeld en het wordt 20 tot 22 graden. Na het weekende graad of 20 op de thermometers. De zon blijft een flink aandeel houden, het blijft meestentijds droog en de wind houdt zich rustig. En eigenlijk zit er ook op lange termijn niet heel veel verandering in het vat. Temperaturen steeds zo rond of iets boven de 20 graden. Misschien dat we na volgend weekende weer wat hoger uitkomen. Maar tegelijkertijd zie je ook dat de Groter worden. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.